Het centrum van Pallingen wordt dit jaar groener door de aanleg van kleine tuintjes. Dat plan is gerold uit het idee van centrummanager Jan Bouten om het centrum groener te maken. Samen met de gemeente Pillemaas is het idee uitgewerkt om op een aantal plekken kleine tuintjes aan te leggen langs de gevels. Samen met de ondernemers wordt gekeken waar voor de deur dode etalagehoeken zijn, althans dus de centrummanager. De gemeente haalt het straatwerk eruit, het centrummanagement doet dan de rest. De bedoeling van de pilot is dat er op tien plekken een stukje straatwerk wordt verwijderd en wordt opgevuld met planten en bomen. Ook moeten op acht plekken slanke bomen komen. De kermis in Kessel gaat vanwege de coronamaatregelen niet door dit jaar. Dat laat de gemeente Pillemaas weten. Het evenement stond van 26 tot en met 29 juni gepland. Eerder ging er al een streep door de kermissen in Helden, Masbre en Echo. De kermissen in Panningen, Grassoe, Kessel, Lijkmeijel, Balen en Beringen gaan vooralsnog wel door. Maar het ligt aan het openingsplan van het kabinet of dat ook zo blijft. Twee vrouwen en een man hebben een hond als afleidingsmanoeuvre ingezet bij winkeldiefstallen in onder andere panningen. De dieven gingen op een slinkse wijze te werk. Een van de vrouwen ging met de hond de winkel binnen. Daarop werd ze door het winkelpersoneel aangesproken dat honden niet welkom zijn in de zaak. Voor de man en de andere vrouw was dat de gelegenheid om met gestolen spullen de winkel uit te lopen. Twee verdachten werden woensdag opgepakt. Bij hen werden onder andere gestolen kleding en schoonheidsproducten gevonden die te herleiden zijn naar een eigenaar. Van een aantal goederen is nog niet bekend van wie ze zijn. De vrouw met de hond werd in eerste instantie niet aangehouden. Maar zij kwam kleding brengen naar het cellencomplex en kon toen alsnog worden aangehouden.